Want dan gaat het over jaloezie, over hebzucht en over agressie. Weer andere thema's. Strafrechtadvocaat Theo Hiddema, die heeft dus zijn dagelijkse werk te maken met de lelijke kanten van de mens. Dus in zijn eigen kantoor aan de Amsterdamse Herengracht creëert hij een baken van schoonheid. Dat doet hij om even te ontsnappen aan de kille realiteit. Als je de foto's van het NFI onder ogen krijgt van een toegetakeld slachtoffer, die is bewerkt met messen, dan moet je een paar keer slikken. Als je je helemaal vereenzelvigt met die papieren massa waar dit soort bloedstollende dingen zich optrekken, en teksten vol hebzucht en bloeddorst de revue passeren, ja, ik zoek dan dat contrast met die wereld die ik iedere dag tot mij krijg. Dan kan het wel eens gebeuren dat je dan met je ogen even langs de wanden gaat. Je ziet het dan in een flits weer eens even bewezen. Dat er ook de mogelijkheden van een goed burgerlijk bestaan zich ook voordoen. De houding, de blik, dat spat de empathie, die spat eruit. Ja, en dat is mijn dossier, is helemaal vreemd. Nou, dat is een meneer in de hoogste staat van geluk die je kunt bereiken. Dit is nou echt een man, dat zie je, die gaat op tijd naar bed, die staat vroeg op. Hij vervult zijn plichten en deze man die kijkt wel voldaan om zich heen. Ik vind het een prachtig heertje. Kon ik dat nou maar bereiken, die ultieme staat van innerlijke rust? Ik heb van nature, denk ik, een bepaalde esthetische... Nou, een esthetisch talent om dingen mooi te vinden. Zoek het niet echt op. Ik ga gewoon een zaterdag naar Brussel en ik loop de galerietje of de winkeltjes lang. En dan loop ik, ja, dan word je gevangen. En voor je er eigen hebt, loop je met een groot pak naar buiten. Maar dat is een beetje over, want het, ja, het is vol. Op is op. Vol is vol. Het is vol.